Graaien. Dat kunnen ze bij de VVD als geen ander. Ze schijnen er zelfs op het partijcongres speciale workshops voor te geven. En die worden uiteraard geleid door maar één man, de heer Klaas Dijkhoff. Iedereen een plekje? Daar is de grootste graaier van de VVD, lieve mensen. En het vragen stellen in 5, 4, 3, 2, 1. Goedemiddag, held. Goedemiddag. Toch knap voor elkaar? Oké. Ik vind het wel knap dat je dat aandurft, gewoon zonder gêne die 37k per jaar pakken. Ja, bruto, ja, klopt. Ja. Er echt helemaal geen enkel gevoel bij? Jawel, ik heb er ook over nagedacht. Gewoon bewust ja? Ja, zeker, want het zou het raar zijn als het onbewust gaat. Ben je toch wel een held? Nou, dat ben ik. Gewoon de grootste raaier van de VVD word je dan zo'n beetje. Nou ja, dat zijn jouw woorden. Kijk, ik doe werk. En als jij werk hebt, heb je, ik weet niet of je werkt met contracten of je werkt op Ik ben zo'n ZZP'er. Maar 115k per jaar hier is toch ook mooi? Neem aan dat je dat op contracten doet, wel netjes. Kijk, en dan heb je of een arbeidsovereenkomst waarin dingen staan. In mijn geval is dat de wet. En wat ik hier salaris krijg is ook heel mooi. Misschien was het minder ook al wel mooi geweest. Alleen ik... Wilde meer. Meer. Nou, wat ik wil is niet relevant, want je kunt er niet over onderhandelen. Dus de wet bepaalt wat je aan bepaalde vergoedingen krijgt voor het werk wat je verricht. En dat is waar ik me aan hou. En dan vind ik het zelf een beetje raar om te zeggen als we de wet maken. Die wet staan we achter zoals die is, vinden we hem goed. En als je hem individueel moet toepassen op jezelf, dat je dan zegt, nou ja, daar krijg ik vragen over, laat maar zitten. 37.000 euro. Dat is ruim, dat is bijna 3 keer een bijstandsuitkering. En dat is wel grappig, want de VVD zegt dat voor een bijstand moet je iets terugdoen. Moet je iets terugdoen. Hij zit hier toch keurig elke dag? Nee, dat geld krijgt hij gratis voor niks. Niet 1 bijstand, niet 2, maar bijna 3 bijstandsuitkeringen. Moet nog meer doen van je. En daar doet hij helemaal niks voor. Dat krijgt hij allemaal, steekt hij allemaal zelf zo in zijn zak. Hoe gaat dat bij jullie? Zeg maar, kijk, er was afgelopen weekend zo'n VVD-leden of congres. En dan komen ze dan bij elkaar. En dan zijn er altijd eerst workshopjes. Maar hebben ze daar dan ook workshopjes? Hoe kun je het beste graaien? bij de VVD? Ja, ik denk dan Dijkhoff, die leidt. Ja. Ja, ik heb er natuurlijk over nagedacht. Ik vind het niet kunnen. Het ironische is ook dat u bent aan dit behoorlijke bedrag gekomen vanwege de fouten van uw VVD-collega's. Want zo kwam u aan die ministerpost. Nee, ik ben aan dat bedrag gekomen en aan mijn inkomsten gekomen door het werk wat ik ervoor heb verricht. En maar u kwam op die posities terecht vanwege het falen van al uw VVD-collega's. Nee, we zouden er ook een ander neer kunnen zetten. Ja, dat hadden ze gekozen u. Dus ja, dat is dan toch wel weer frappant. En daarna heb ik er hard voor gewerkt en er staat in de wet wat ik daarvoor krijg en dat is wat ik ontvang. En anderen die het wel inleveren, die zeggen we zien daar vanaf. Dan zegt hij ja, eigenlijk heel stom dat u dat doet. Die recht is er nou eenmaal. Ja, waarom maakt u er geen gebruik van? Nou ja, dat is hun goed recht. Ze mogen er zelf... Waarom u dan niet? Want... verdient al best wel veel hier. Ja, maar dat vind ik een rare uitgangspunt dat het erom zou moeten gaan voor welk bedrag genoeg is. Stel je nou voor dat je zegt voor 1000 euro in de maand zou ik het ook minder doen. Ga je die 1000 euro dan inleveren? Als je zegt ik heb dit jaar wel genoeg, ik hoef mijn vakantiegeld niet. Heel veel mensen doen dat dus wel. Die zeggen nou ik heb hier eigenlijk wel voldoende. Een paar mensen hier in de Kamer doen dat wel ja en ik doe dat niet. Kijk, die regeling is eigenlijk bedoeld om te compenseren de onzekerheid van het politieke bedrijf. Dat is eigenlijk de gedachte erachter. En hij heeft gewoon een baan als Kamerlid. En daar is het dus niet voor bedoeld. Dus dat had je gewoon moeten afzien. Ik wil ergens wel een motherfucking held dat je dat gewoon recht gewoon durft. Gewoon. Dat je dat zonder gêne gewoon accepteert. Nou ja, ik neem een beslissing. Het is nu voor jullie nieuws. Maar ik heb het zelf 1,5 jaar geleden al in de openbaarheid verteld. Maak een keus. Ik kijk hoe de regels in elkaar zitten. Ik heb daar mijn mening over en daar sta ik voor. Ik ga nu niet in één keer daar iets op... Hey, daarom zeg ik ook, je bent een motherfucking held. Wat mij betreft, gewoon zonder gêne. Je collega's zijn er... Is de wet nou eenmaal? Hij mag dat doen. Ja, dat klopt. Ja, maar... die wet aangepast worden dan? Elke politicus gewoon gelijk trekken met WW, zoals een normale burger? Maar dat is wat wij in ons verkiezingsprogramma hebben staan. Daar zijn wij een voorstander van. Maar lopende die wetswijziging zou het ook gewoon ontzettend keurig zijn als Dijkhoff gewoon zou zeggen, jongens, uiteraard zie ik daar vanaf. Mevrouw Dix, hoi, heel even kort. Want ik vroeg me af, ja, moet ik me zorgen maken? Over mij? Ja. Want? Een keer mee eten of zo? Nee, als het gaat over die wachtgeldregeling, die heb ik aangenomen. En die gaat u ook weer terugbetalen? Die ga ik terugbetalen, want dat had ik niet moeten doen. Ik maakte me wel een beetje zorgen, want u zei ja, het bestedingspatroon, dat moet ik gaan aanpassen. Dus dacht ik, ja, kan ik iets doen? Nee, dat is heel lief van u aangeboden. Dat vind ik ook heel vriendelijk. Maar nee, ik denk dat op zich heb ik hier eigenlijk niks aan toe te voegen. Ik heb die wachtgeldregeling toen in de tijd dat ik ben gekozen met voorkeurstemmen aangenomen. Het was een heel
verwarrende tijd. Daar ben ik gewoon niet alert genoeg op geweest. En nou, dat gaat. Maar nogmaals, dat zie je. Ja. Waar gaat u nou op? Ben ik nu niet in problemen. Daar ben ik blij om. Maar waar gaat u op letten? Waar gaat u op bezuinigen? Wat wordt het minder? Wordt het een kleinere surprise? Nog eens even rustig over nadenken. Dank u wel.